Hey, hey. We zitten hier buiten. Het is wel een weertje. Wel nog niet warm genoeg voor t-shirt rond te lopen. Dus waarschijnlijk ook weer kort om. Maar ja, dat is gewoon hier. Ik was vandaag aan het kijken, dus juist eigenlijk naar beelden van de tsunami in Japan. Je weet wel, maar Fukushima. Dat was wel overweldigend, hé. Allee, je dat is zo bekijkt. Maar eigenlijk, allee, hoeveel schade dat dan gedaan heeft, is verschrikkelijk, maar dat coronavirus hier, hé. Dat is ook zoiets. Het is geweldigend. Het is gewoon veel minder zichtbaar, maar ja. Allee, die tsunami was niet zomaar super grote golven. Dat was in het filmpje dat ik gezien heb, dat water dat omhoog kwam, beetje bij beetje, een beetje. Totdat het over de oever gaat. En toen begint het ding mee te sleuren en mee te sleuren en mee te sleuren en ja, met dat coronavirus in de hen is dat eigenlijk ook, het ziet er allemaal redelijk onschuldig uit. Want er beginnen meer en meer en meer mensen ziek te worden, totdat de ziekte dus overspoeld raakt. En eigenlijk, allee, moest je niet weten van corona, moest je niet in de dingen kijken, in het nieuws en al. Dus wie er verzekerd ook gewoon niet veel van uitmaken van die corona. Maar toch kan dat zoveel miserie veroorzaken. Allee, het is niet eens wat ik de zwarte dood. Dat plotseling, dat een vrij kort dit 60% van al de mensen die je kent overleed. Zo is dat niet. Oh man, ik zou er niet meer aan bezig. Dat is zoiets zo mee mogen, dat is echt wel de hel zijn. Dus ja, nu op dit moment. Allee, het is 20% meer mensen die overleden zijn. Dan anders de afgelopen jaar. En 20% is veel, ja. Dat moet nog je 20.000 mensen per jaar hebben gehoord. Maar eigenlijk, ja, moest je niet weten dat van corona is. Dus je er waarschijnlijk niet echt bij stilstaan. Zul ik gewoon, ja. Soms de mensen zien wat meer mensen zien overlijden. En andere mensen minder. Allee, je ziet hoe we niet hebben. Maar in de ziektes maakt wel een groot verschil. Bon, vandaag de 2e mei zijn er 28 nieuwe overledens gemeld. Ik probeer het nog altijd te vatten. Corona. Het is zo raar, het is zo veel minder zichtbaar. Maar dat is dus een probleem.
moet gewoon loslaten, gewoon dat dat is. Dat is dood. Als een paal over, boven water of zo. Al ja, je ziet nu eens een ook een tsunami te verwerken kregen. Twee R zelf drie keer zo in de huidige erbij rekent. En we weten toch nog niet weet dat de effecten op lange termijn gaan zijn. Dat zou kunnen zien dat dan de ook. Dan de decennia last van hen. Echt. Wie? Nog niet. Wie? Er is nog zoveel dan niet weet. Dus ja. Ik weet niet. Ik probeer het nog altijd te vatten. Van wat dat deze hier is. Ik dan nu mee, maar. Bon, mensen, merci voor te kijken. Ja, nog anders kunnen we een hond. En, bon.